Nou, ze zeggen raad aan om weer terug te gaan, dus dat doen we. Hoi, en leuk jullie kijken naar weer een nieuwe video. Ik ga vandaag het instellingenmenu uitleggen van de oorcam. Dit is de oorcam, dat is een speciaal dingetje voor blinden en slechtzienden. Dan kun je zeg maar een bril. En daar zet je hem dan op. Zo. En dan kan hij dus zeg maar dingen voorlezen en kleuren herkennen. Wacht, laten we even gelijk een kleur gaan herkennen van de muur. Violet grijs gebied. Grijs? Ja, violet grijs, klopt. Het is taub. Ja, oké. Okay. Maar ik ga vandaag even het instellingenmenu uitleggen hoe dat nou precies werkt. Want daar zit wel een hele hoop dingen aan. Maar het is echt heel simpel en dat ga ik jullie vandaag laten zien. Nou, om naar het instellingenmenu te gaan, druk je op het aan-uitknopje, die zit aan de achterkant. En swipe je met je vinger richting de camera, dus. Hoofdmenu, menu voor leessnelheid. Raak aan om te selecteren of schuif voor overige instellingen. Dus hij zegt nu, als je voor leessnelheid wil, iets wil doen, moet je aanraken om te selecteren en menu schuif. Menu voor leessnelheid. Raak aan om te selecteren of schuif voor overige instellingen. Ga even schuiven. Volume menu. Raak aan om het volume in te stellen of schuif voor overige instellingen. Volume kan je ook anders instellen. Dat laat ik jullie zo meteen zien als ik weer uit het instellingenmenu ben. Instel menu voor lezen. Raak aan om te selecteren of schuif voor overige instellingen. Menu voor leesinstellingen. Raak aan om het datumformaat in te stellen of schuif voor andere opties. Kan je de datum bijvoorbeeld wijzigen? Raak aan om de automatische pagina herkenning in of uit te schakelen of schuif voor andere opties. Raak aan om de tijd voor de automatische pagina herkenning in te stellen of schuif voor andere opties. Raak aan om de leesnavigatie in of uit te schakelen of schuif voor andere opties. Ja, raak aan om terug te gaan naar het hoofdmenu voor instellingen of schuif om de opties in dit menu te herhalen. Nou, ze zeggen raad aan om weer terug te gaan, dus dat doen we. Ga verder naar volgende menu invoer. Instellingen menu voor taal. Raak aan om te selecteren. Kan je ook de taal wijzigen? Maar dan gaan we het doen, daar staat hij in het Chinees. Instel menu voor gebaren. Raak aan om te selecteren of schuif voor overige instellingen. Dit soort gebaren, dus als je wil kijken hoe laat het is, moet je gewoon zo doen, zeg maar. Maar dat kan je licht instellen. Dus als instel menu voor gebaren. Als je zeg maar echt iets. Selecteren of schuif voor overige instellingen. Echt zeg maar één keer zo doet dat hij dan aan de tijd vertelt. Dus dat je echt duidelijk zo moet doen. Dus dat kan je ook nog instellen. Dus instel menu voor gezichten. Raak aan om te selecteren of schuif voor overige instellingen. Menu voor herkenning van producten. Barcodes, bankbiljetten en kleuren. Raak aan om te selecteren of veeg voor overige instellingen. Instellingen menu voor herkenning van producten. Streepjescodes, bankbiljetten en kleuren. Raak aan om alle opgeslagen producten te bekijken of schuif voor andere opties. Raak aan om alle opgeslagen producten te verwijderen of schuif voor andere opties. Raak aan om de producterkenning in of uit te schakelen of veeg voor andere opties. Raak aan om terug te gaan naar het hoofdmenu voor instellingen of schuif om de opties in dit menu te herhalen. Mag ik het vragen? Ja, hoor. Ga verder naar volgende menu invoer. Instellingen menu voor verbinding maken. Raak aan om te Je kan ook met wifi kun je zeg maar een verbinding maken. En Bluetooth en zo, maar ja. Ja, ik zie jou dus vooruit richting de camera. Ja. Dan ga je naar voren in het menu. En als je terug gaat naar de oplader, ja, dan ga je terug. Dus je moet echt swipen over dat ding heen. Dus eigenlijk werkt het een beetje hetzelfde als voice-over op je telefoon. Tof. Ja. Raak aan om te zetten menu voor algemene instellingen. Raak aan om het instelmenu af te sluiten of schuif om de opties te herhalen. Dus we gaan afsluiten. Instelmenu wordt afgesloten. Orkan Mai-Ai, versie 8 is gereed. Batterij is 40% opgeladen. En ik ging je nog uitleggen hoe je het volume harder zachter moet zetten. Nou, dan heb ik hem dus weer op mijn bril gezet, zoals je kan zien. En als je naar terug swipe, dus zeg maar naar achter, richting de oplader. Volume omlaag, volume omlaag, volume omlaag. Maar als je dan weer naar de camera swipe. Volume omhoog, maximum volume. Dus ja, zo werkt dat. Wat cool. Ja. Was dit het? Ik ben aan het kijken of dat zien we. Maar dit het niet. Ik wilde je laten schrikken dat hij zegt mama. Kom eens voor me. Niet zo dichtbij. Een persoon staat voor u. Hè? Een persoon staat voor u. Maar als je toen niet je bril op of af of zo? Weet ik niet. Waarschijnlijk nee. Wel. Ook flauw. Ja. Maar ik ga even kijken welke kleur dit is.
Denk even je vinger wat beter voor je neus. Nee, dat is de verkeerde kant. Daar heb je allemaal kleuren. Deze kant is beter. Ja, maar dit is, gaat zeg maar zo, dus dan ziet hij mijn vinger niet goed. Nee, wacht even voor. Ik ga even het bed. Oh, mooi. Die kan je doen. Hé, frek. Donkerblauw gebied. Klopt helemaal. Het is blauw. Zwart gebied. En kijk eens hoe laat het is. Even wachten. Moet je wachten. Ja. Wat is dat dan? Nou, kijk nog maar eens hoe laat het is. Ja, dat vind ik best wel lastig. Ja, dat is voor jou ook lastig. Ik denk dat je je arm wat lager moet houden. De tijd is 15:40. Vandaag is vrijdag 12 april 2019. Ja. Cool. Ik wil even weten welke dit is. Je zit nu al heel dicht bij de rand. Dus nog een keer twee. Grijs gebied. Ja, het is wit, maar door de lamp en de verlichting is het wat minder. Ja. De verlichting moet altijd wel goed zijn, hè? Ja. Een beetje rare en kleuren. Hij heeft ook ledlampjes. Ja, het komt heel veel licht uit namelijk. Ja, hoe die dan? Ja, dat zie je mij ook op de kamer. Het is niet nieuw, hoef je niet voor te fluisteren. Nee, ik ga hem weer uitzetten. Kijk, dat doe je zeg maar, hij heeft ook slaapstand na 2 minuten, 1,5 minuut. Valt hij zeg maar uit als je er niks mee hebt gedaan. Ik weet niet hoe lang dat duurt, maar... Wordt onderbroken. Druk opnieuw om af te sluiten. Dus nu is hij slaapstand. Aan het afsluiten. Gelieven te wachten. Hier, let op het stil. Uitgeschakeld. Tot ziens. Tot ziens. Dat vind ik echt een hele leuke woordgrap, weet je wel. Ja. Waar is dat doosje? Ja, nou heb je hem net uit. Oh nee, hier zijn. Nee. Hè? Huh? Oh, ik hier. Ben je ook al slechtziend geworden? Oh. Nou jongens, ik hoop in elk geval dat jullie deze video leuk vonden. En er wat van hebben geleerd. En abonneer zeker allemaal op mijn kanaal. En dan tot de volgende keer. Doei. Oh ja, en wil je nog informatie hebben over de oorcam? Staat allemaal in de beschrijving. En heb je ooit nog vragen over de oorcam? Dan kan je ze altijd stellen gewoon in de reacties of via Insta, Snapchat, mail. Maakt me niet uit. Alles staat in de beschrijving. Dus doei doei.